Hi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik voor jullie een What I Eat in a Day opnemen. Wat houdt in dat ik natuurlijk ga laten zien wat ik eet op een dag. Ik eet niet altijd hetzelfde natuurlijk op een dag. Maar ik heb wel een paar dingetjes die ik heel vaak eet die ik heel lekker vind. Dus die zullen vandaag ook zeker voorbij komen denk ik. Verder heb ik altijd al op mijn voeding gelet en heel erg van sporten geweest. Maar ik heb sinds de lockdown ging het eten zo slecht, heb ik gemerkt. En nu probeer ik natuurlijk gewoon weer te doen hoe ik altijd deed. Dus het is niet perfect, maar dit is wel hoe ik eet. Dus laten we snel beginnen met de dag. Het is 9:15 en ik ga ontbijten. Ik heb wel een beetje mijn standaard ontbijtjes en dat soort dingen. Maar dit eet ik vaak wel één keer per week. En dat zijn proteïne pannenkoekjes. Dat maak ik met proteïnepoeder. Dit is de Smart Protein van Body & Fit. In de smaak chocola. Dat is mijn stem. En ik ga er havermout bij gebruiken. Een ei. Heel veel mensen gebruiken er ook melk bij. Maar dat doe ik niet. Ik doe eigenlijk gewoon water. En heel veel mensen gebruiken ook een weegschaal en dat soort dingen om dit te maken. Maar ik doe het allemaal op gevoel. En uiteindelijk komt dat er toch best wel goed uit. Ik doe eigenlijk altijd wel één schepje ongeveer. Ja, zoiets. Een schepje van die. En deze. Ik probeer nooit te veel te doen van die, omdat het anders heel snel poederig kan worden. Maar ik wil natuurlijk ook niet te weinig, want ja, ik heb wel die proteïne nodig. Die. En een ei. Wat ik wel doe met het ei is, ik doe het eigeel er niet in. Niet dat het slecht is, maar dat is voor mij toch gewoon puur voor de proteïne dat ik de ei erbij doe. Wat ik er ook nog bij doe, en ik heb echt geen idee of dit werkt of dat het hiervoor bedoeld is of niet, of wat dan ook. Maar ik heb ooit iemand dit zien doen en ik heb het gekocht en sindsdien, ja, ik heb het toch. Dus gooi ik een beetje doorheen. Dat is zelfrijzend bakmeel. Zo. Vervolgens ga ik het met een staafmixer mixen eigenlijk. Eerst deed ik het altijd gewoon een beetje met de vork alles door elkaar, maar als je het niet hiermee doen, dan krijg je soms nog wel stukjes havermout. Dus het is wel zo lekker om het eigenlijk met dit nog even goed te doen. En als dat gemixt is, ziet het eigenlijk gewoon zo uit. Een soort klein papje. En dat ga ik nu in de pan doen. Een beetje olie in. Als ze klaar zijn, zien ze er zo uit. En ik heb deze aardbeien. Het zijn eigenlijk van die bevroren aardbeien. Die heb ik in de magnetron gedaan. Dus die zijn ontdooid. Die doe ik op. En dan doe ik er ook nog honing overheen. En dan is die eigenlijk klaar. En dan is die zo geworden. En dit ga ik nu opeten, want ik heb honger. Ik ga even iets kleins eten, want ik krijg een soort van kleine trek. Maar ik ga pas middag eten voor mijn werk. Dus over anderhalf uur pas. Dus ik neem gewoon één linzenwafel, heet het. Deze. Deze heb ik ooit gevonden bij de supermarkt. Ja, hier ga ik er eentje van nemen. Het is even later. Het is 3 uur en het is eindelijk tijd voor middageten. Ik eet zo laat omdat ik vanmiddag moet werken en dan eet ik na mijn werk. Dus dan heb ik liever ook laat eten zodat ik niet gelijk honger krijg op werk. Maar wat ik eigenlijk bijna altijd maak eigenlijk is een wrap. Ik heb hier gewoon een wrap en daar doe ik op kipfilet met komkommer en tomaat. Sla, maakt eigenlijk echt niet uit welke sla, ik pak alle sla wat we hebben. En feta, zit hier nog echt een heel klein stukje in, dus die ga ik ook gebruiken. En je kan ook iets van saus doen, zoals
een heel klein beetje ketchup of zo. Dat is nog niet zo heel slecht. Dus dat ga ik maken en ik heb hier echt zin in. Dus let's go. Ik kom ook achter dat we Philadelphia hebben. Dit is wel de light. Dit doe ik eigenlijk nooit erop. Maar ik zie het in de koelkast liggen. Dus laten we het ook gewoon opdoen. Dit is hem. Dit kloddertje ketchup is altijd. Want zeg maar, als je hem erin knijpt, dan spuit hij echt in één keer allemaal ketchup eruit. Dus die smeer ik altijd gewoon een beetje uit. Want anders krijg je echt zo'n hap ketchup. Dat is dan weer niet zo lekker. Maar dit is zo lekker. Ik eet het echt denk ik al een jaar elke keer. Dus vandaar. Dus deze ga ik nu opeten. En om 6 uur heb ik pauze. En dan eet ik een appel. Zodat ik niet heel veel honger krijg terwijl ik werk. Dus dat eet ik in mijn pauze. En dan vanavond mijn avondeten pas weer. Ik ben terug van werk. Het is inmiddels alweer 8:30. En ik eet vanavond gewoon soep. Het is een linzensoep. En dat blijkt nog best wel goed voor je te zijn. Er zit veel eiwit in. En ik vind het ook echt heel lekker. Dus die ga ik eten. Ik ga gewoon een boterham erbij doen. Dus dat is een beetje mijn avondeten. Moet ik eerlijk zijn, ook met mijn appel op werk ook een bouillon drankje heb gedronken of zo. Maar er zit maar 20 calorieën in of zo. Dat was een soort. Ja, ik weet niet wat het was. Maar goed, dat heb ik ook op. En zojuist is het een plakje kipfilet. Ik bedoel, we moeten wel alles vertellen, toch? Ik ga me inmiddels klaarmaken om naar bed te gaan. Dus dat was ook alles wat ik heb gegeten vandaag. Het is echt niet altijd zo hoe ik het eet. Dit is voor mij een dag dat eigenlijk heel goed ging qua eten. Normaal heb ik eigenlijk bijna altijd nog iets in de avond van chocola of zo. Want het is vaker dat ik mezelf moet proberen niet te nemen dan hoe ik het nu doe. Maar vandaag en toevallig gisteren ging het ook heel goed. Dus dan neem ik ook niks. Maar ik heb juist vaker dat ik wel wat neem dan niet. Maar vandaag gewoon even niet. Dus dit is wat ik vandaag heb gegeten. Ik weet niet of het heel interessant was voor jullie. Maar ik dacht misschien is het wel leuk om te laten zien. Dus als je het leuk vond, doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder. En dan zie ik je hopelijk bij de volgende video weer. Doei!